welkom bij deze video. Ik zie er echt weer top uit. Ik ben letterlijk net een uur of zo wakker. Ik ga vandaag weer een dagje vloggen, want ik heb al heel lang niet meer gevlogd en het leek mij wel weer gewoon leuk. Ik heb vandaag niet echt een hele bijzondere dag of zo. Ik heb vooral vandaag een productieve dag. We gaan pakketjes unboxen, ik ga video's maken, ik ga denk ik winkelen. En met winkelen bedoel ik niet echt winkelen van shoppen, maar ik moet naar de Kruidvat make-up gaan kopen, kunnen we samen doen. Ik ga ook boodschappen doen, et cetera. Gewoon allemaal gewoon van alles wat ik gewoon vandaag moet doen. Vandaag wordt weer mijn eerste echt productieve dag die ik in een lange tijd heb gedaan. Mijn dagen zijn er af. Afgelopen tijd echt all over the place door bepaalde dingen waar ik jullie binnenkort meer over ga vertellen. Nu nog niet, maar het komt goed. Ik ga het jullie vertellen. Maar voor nu is het eigenlijk weer een meer normale dag in een hele lange tijd. En als je heel lang geen normale dagen meer hebt gehad, dan verlang je er weer bijna naar. Terwijl hiervoor was ik altijd aan het klagen over hoe saai het is, altijd maar werken, altijd maar dezelfde dagen. En nou verlangde ik gewoon, verlangde, dat is het goede woord. Na gewoon weer een normale dag waar ik gewoon video's kan maken en gewoon kan werken en gewoon normaal kan zijn. En het is ook heel leuk, want ik ben heel benieuwd naar de pakketjes. Jongens, dit ding is echt fantastisch. Dit is geen pyjama. Dit is iets wat je op je pyjama draagt als je het koud hebt. Het is echt geweldig. Ik heb het gewoon gehaald bij bol.com. Ik zal het even zo laten zien. Kijk dit, en dan hieronder heb ik gewoon mijn pyjama aan. Maar het is zo zacht en warm, I love it. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving. Je hebt ook zo'n capuchon. Deze is echt super fijn voor in de winter. Het is niet echt heel mooi, maar whatever. Ook iets nieuws in mijn slaapkamer. Ik heb voortaan een bureau. Ik had dus hier eerst twee van dit soort kasten. Maar ik heb er nu dus eentje hier gezet. Met mijn sieradendoos erop. En die andere heb ik helemaal weggehaald. En ik heb nou gewoon voortaan hier een bureau. Super handig, want dan kan ik gewoon hier editen in plaats van alles de hele tijd in bed te moeten doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook een nieuwe laptop gehaald. Die ligt nou even hieronder. Hier is die MacBook Pro. Ben ik echt heel happy mee. En dit is die ik al had. MacBook Air. Maar ik moet dus eventjes ook vandaag alles gaan overzetten. Dus alles wat hierop staat moet ik nou ook eventjes hier gaan doen. En ik heb dit ding gehaald. Deze MacBook Hub of zoiets. En die kan ik dan hierin doen. En dan heb ik ook zo'n USB ingang en zo. Want die heb ik hier niet. Ik heb hier geen enkele ingang voor niks. Terwijl hier heb ik die wel. Kijk, hier kan dit in. En ik heb hier gewoon USB ingangen en zo. En dat is hier dus niet. Dus ik heb dit ding gehaald. Ik ga even kijken of het past en zo. Laat ik het even openmaken. Kijk, dit ding. Super handig. Leek mij. Hij was ook niet al te duur. Ik denk iets van 20 euro of zo. Ik zal ook wel hiervan een linkje zetten in de beschrijving. Die moet dan zeg maar gewoon zo hierin volgens mij. Kijk, zo. En dan zou die het moeten doen. Dan heb ik twee USB-ingangen. En ook zo'n grote voor zo'n SD-kaart. Ik ga het even erin doen en kijken of het werkt. Het lichtje is aan in ieder geval. Het gaat er verder niet in. Is dit genoeg? Oh ja, kijk, hier is hij. Kijk, dit is hem. En dan ga ik nou denk ik eventjes eerst alles overzetten van deze computer naar deze. Want deze is nou echt zo traag geworden, terwijl deze is lekker snel. Dus ik ga eventjes alles overzetten en dan ben ik klaar. Dan kan ik voortaan deze gebruiken. Maar voordat ik dat ga doen, ik was bezig met het editen van een video op die computer. Dus dat ga ik eerst eventjes afmaken, denk ik. Oké, ik was dus gisteren begonnen aan het editen van deze video en hij is al online. Als jullie deze vlog zien. Dus je kunt hem al zien. Het is een hele leuke video waarin ik mij helemaal klaarmaak samen met jullie. En echt haren doe, make-up, kleding, echt alles. Dus dit is top. Dus deze ga ik nou eerst eventjes snel verder editen. Ik begrijp oprecht niet waarom ik niet eerder al een bureau heb gedaan. Waarom bleef ik alles de hele tijd doen in bed? Dat was zo niet fijn. Ik heb het gewoon echt ruim 2 jaar gedaan of zo. Dat was echt niet fijn. Dus ja, ik weet niet waarom ik er niet eerder aan dacht om een bureau te doen. Oh, en wat ik ook wil doen is dus hier op mijn bureau komt een hele grote prikbord. En dan ga ik zo'n hele grote moodboard maken. Hij is al binnen, maar ik moet even wachten op mijn schoonbroer om hem op te hangen. Dan ga ik dit weghalen. Die ga ik daar aan de andere kant hangen. En dan komt er hier een hele grote moodboard. Want ik heb een soort van open paring gehad. Dat als je iets wil, je het gewoon moet zien. En dan eraan moet werken. Maar dus als je iets ziet, heeft dat dus heel veel impact. Je moet het letterlijk zien. En het dan aan werken. En dan is het gewoon alsof het zich manifesteert in jouw leven. Dus dat is waarom ik een moodboard wil. Want dan kan ik al mijn dromen, mijn wensen allemaal zo opplakken. En dan kan ik het elke dag zien en er elke dag aan werken. We spoelen even een aantal dagen vooruit, want hier is mijn moodboard. Yay, ik heb hem eindelijk.
Kijk hoe leuk. En hier ga ik dus alles op plakken. I love it. Ik zal ook wel weer een linkje hiervan zetten in de beschrijving. Maar voor nu ga ik dus eerst eventjes editen. Ik kom zo bij jullie terug als dit af is. 1 hour later. Ik ben eindelijk klaar met editen. Hij is nou aan het downloaden. Hij is op 5%. Dus dit kan nog wel eventjes duren. En in de tussentijd pak ik mijn planner erbij. Deze planner is zo handig. En een pen. En dan ga ik even mijn dag inplannen voor vandaag. Deze planner is by the way van de HEMA. En dan kun je hier zo schrijven welke dag het is. Het is vandaag 23 november. Ik kan hier echt schrijven en deze vlogcamera vasthouden. Dus ik ga het weer eventjes zo doen. En ik ga even hier schrijven wat ik allemaal vandaag moet doen. Nou, één ding heb ik al gedaan. Dus dat is editen. Editen eerste video. Kijk, dat schrijf ik dan gewoon zo op. En dan kan ik het bolletje inkleuren als ik het heb gedaan. Dus dat heb ik nou al gedaan. Even kijken. Ik ga 2 YouTube video's maken. Ik moet naar de kruidvat. Kijk, ik heb het nou zo allemaal opgeschreven. Dus dit moet ik allemaal doen vandaag. Oh, ik moet ook boodschappen doen. Dat ga ik ook erbij zetten. Boodschappen. Ik moet naar de Eco Plaza, de bio boodschappenwinkel. En dan kan ik zo heel de tijd afvinken als ik iets heb gedaan. En ik wil dit echt allemaal hebben gedaan. En altijd wanneer ik dit opschrijf, dan moet ik het ook echt doen. Dus wanneer ik niet opschrijf, doe ik het vaak niet. En anders wel. Dus dat is echt zo'n raar ding in mijn hoofd. Dus ik ga voor nu eventjes wachten totdat deze video klaar is. En dan moet ik hem ook gelijk uploaden. Want hij moet vandaag online. Het is nu 10 uur en hij moet 12 uur online. Dus is nog echt nog genoeg tijd. Dus ik ga even wachten totdat hij is gedownload. Dan ga ik hem plaatsen op YouTube. Dan ga ik douchen en beginnen aan de eerste video's. Of ik ga eerst pakketten unboxen. Of ik ga eerst pakketten unboxen. Of ik ga eerst video's maken. Maar dat gaan we zo meteen zien. Dus nou eventjes afwachten hierop. Nou, ik heb net gedoucht en Susu heeft besloten om op mijn laptop te gaan slapen. Hij is zo schattig. Hij gaat altijd op de meest onhandige plekken slapen. Maar godzijdank moet ik deze laptop nou mee hebben en niet deze. Dus dat scheelt. Dan kan ik hem gewoon lekker laten slapen. Nou, gaan we naar boven toe. We gaan pakketjes unboxen. Oké, we zijn op de zolder en het is echt hier een chaos. Ik ga hier zo meteen mijn video filmen. En ik denk dat ik deze collectie ga testen. Dus ik heb hem nog niet eens opengemaakt. Ik weet niet eens wat erin zit. Oeh, het is een samenwerking met Abby Roberts. En het is kwasten, een oogschaduwpaletje denk ik. En iets van eyeliner paletje. En ook eyeliner kwasten, dat is wel echt handig. Dus ik ga deze collectie vandaag testen. Dus die leg ik alvast hier neer. En dan heb ik hier nog een aantal pakketjes die ik eigenlijk kan openmaken. Ik heb hier ook nog een NYX advent kalender. Daar ga ik ook een video over maken denk ik. Even kijken naar deze pakketjes. Deze is leeg. Okay, laten we beginnen met deze. Oké, okay, ik heb een lipgloss of lipstick gehad van L'Oreal. Hele mooie kleur, zo roze. Even kijken wat hierop staat. Iets over intimidatie op straat of zo. Ik denk dat het een nieuwe campagne is of zo. Maar ik heb in ieder geval dus deze gloss gekregen. Dat is wel leuk. Dan heb ik hier een pakketje van Kruidvat. Oeh, een brief. Het voelde al licht aan. Kijk hoe mooi met mijn naam erop. Oh, dit is gewoon een event uitnodiging. Wat leuk. Het volgende pakket is van Happy Life PR en dat is het PR-bureau van Essence en Catrice. Dus ik denk nieuwe Catrice goodies. Ja, nieuwe Catrice goodies. Oeh, I love it. Ik zie hier al een lipstick en iets van een highlighter. Oh, een liquid highlighter. Ik zie hier een mascara. Villain paletjes. Super duper leuk. I love it. Weer nieuwe producten. Dat vind ik altijd leuk. Next up is een pakket van SoPR, dus ook een PR-bureau. Oeh, ik heb hem opengemaakt en het is volgens mij gewoon allemaal nagellak die ik niet kan gebruiken, want ik heb acrylnagels. Dus die doe ik altijd weg, maak ik altijd iemand anders mee blij. Maar het is van Only You en dat is het merk van Easy Paris. Ja, kijk dit. Oeh, wel leuke kleuren. Vooral deze kleur is heel mooi, zo mooi lichtroze. Wat is dit? Oh, ook een nagellak remover, dus je hebt echt alles. Nou, dat is echt top. Super bedankt hiervoor. Alleen helaas, ja, kan ik het dus niet gebruiken. En dan heb ik hier nog een pakketje van Kruidvat. Heel benieuwd wat hierin zit. Ik denk dat hier wel gewoon echt producten in zitten. Ja, oh my gosh. Kijk even dit. We hebben allemaal gummies. Deze zijn, by the way, echt super lekker. Het is gewoon net snoep. I love it. Ik weet niet wat hier allemaal is gebeurd. Maar oké. Okay. Ik heb gummies, dus 2. Ik heb weer een cadeaukaart waar 25 euro op staat. Ik heb hier volgens mij een parfum. Ik heb hier Kruidvat Waterproof Eye Cleansing. Dus oog make-up remover denk ik. Ik heb van Sol Secrets Shower Gel. En nog iets van die lijn denk ik. Ja, Shower Scrub. Deze voelt een beetje nattig aan. Dus iets is open gegaan. Ik denk dat deze is open gegaan jongens.
Nou ja, ik heb van Essence deze Clear Lip Gloss. Deze Shine 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 glossjes zijn echt geweldig. Ik heb hier van Catrice Super Glue Brow Gel. Nou, deze ga ik zeker proberen. Heel benieuwd daarnaar. Time to Sparkle. Laten we kijken wat hierin zit. Oeh, nieuwe sieraden. Dat vind ik altijd heel leuk. En allemaal goud. En ik draag allemaal goud. Ik vind ze allemaal leuk. Alleen helaas is de ring waarschijnlijk te groot. Want het is maat M. En ik heb echt hele dunne vingers. Ik heb echt gewoon maat S of maat XS af en toe. Dus deze gaat denk ik niet passen. Maar daar kan ik wel weer iemand anders blij mee maken. Maar met deze twee oorbellen ben ik echt heel blij. I love them. Ik ga ze misschien ook wel gewoon gelijk al in doen. Hier nog een lipstick van Essence. Mijn fave lipsticks van hun. Deze Hydra Matte. Lipsticks zijn echt geweldig in de kleur 402. En een panty. Ik heb normaal 15 den, maar 20 is ook goed. En de maat klopt gewoon met mij. Dus deze kan ik echt aandoen. En nog een face wash. Dus super blij met al deze producten. Oh, een adventkalender van Essie. De Essie adventkalender. En dit is dus allemaal nagellak. Dus ook dit kan ik helaas niet gebruiken. Hij is normaal €60. Mocht iemand hem willen voor, weet ik veel, €25 of zo. Let me know. En dan stuur ik hem naar je op. Want ja, ik hoef hem niet per se. Dan nu. Ik zie er nog steeds echt niet uit. Ik heb me alleen al wel omgekleed. Alleen ik moet echt nog mijn haren doen en alles. En mijn oorbel nog hierin doen en alles nog gewoon doen. Ik ga nu even snel twee video's filmen en dan kom ik weer straks bij jullie terug. A few hours later. Jongens, ik ben met een partij productief geweest. Ik heb twee YouTube video's gemaakt. Ik heb samenwerking content gemaakt voor Instagram. Dat was niet vandaag de planning, maar ik dacht, ik heb nog wat energie, laten we het gewoon doen. Nou, moet ik even één video nog snel gaan afmaken, want het is een kledingvideo en ik moet alle kleding nog aandoen en zo. Dus ik ga het even aandoen en dan de aanbeelden even, ja, shooten. En daarna gaan we naar buiten en dan gaan we even winkelen. Maar ik heb wat energie nodig, dus het is tijd voor lunch. En jullie weten met wat ik lunch. Mijn Y-Food Shakes, mijn fave snelle, makkelijke lunch. Alleen deze hier zijn al warm, dus ik pak die uit de koelkast. Even kijken, ik pak denk ik op White Choco. Is echt één van mijn fave smaken. Voor de mensen die Y-Food niet kennen, het is een maaltijdshake. Ter vervanging van je lunch, avondeten, ontbijt of gewoon als extra wat jij wilt. Het is een volledige maaltijd. Het heeft 26 vitamine en mineralen, veel proteïne en lactose, gluten en suikervrij. Dus dat is top. 500 calorieën zit in één zo'n flesje. En het verzadigt je echt voor zeker 4 tot 5 uur. Tenminste mij. Ik drink het altijd rond lunch. En rond 5 uur heb ik altijd pas honger. Rond 6, 5 uur. Terwijl ik het drink rond 12, 1 uur. Dat is het nu ook. Dus deze is altijd ideaal voor als je gewoon haast hebt. Of je hebt gewoon geen zin om echt iets te eten, maar je moet wel de energie hebben, et cetera. Dat heb ik vaak. Dit zijn echt geweldige maaltijdshakes en ook echt super lekker. Dus echt, I love them. Het zijn niet van die vieze dieetshakes die we allemaal kennen. Het is gewoon een normale maaltijdshake en echt super lekker. Dus ik drink hem vaak als lunch, want met lunch moet ik gewoon energie hebben, maar ik heb niet altijd honger of zin in echt eten. Dus daarvoor drink ik deze. Dus deze gaat nu eventjes naar binnen. Zo lekker, I love it. Oké, dus deze ga ik nou even drinken. Dan ga ik de aanbeelden shooten en dan gaan we naar buiten. Meanwhile is mijn kat zich aan het schoonmaken op mijn nieuwe laptop. Alsjeblieft, kijk even hoe schattig hij hier ligt. Jullie zijn mij vast helemaal zat met mijn kat. Maar is het niet het schattigste wat je ooit hebt gezien? Kijk hoe hij zo dit pootje hier heeft. Oh ja, nou word je wakker, hè. Lekker uitstrekken. Lekker uitstrekken. Kijk hoe schattig. Ik zit in de auto, want mijn planning is weer veranderd. Jongens, het is verrekte koud. Het is 10,5 graden. Ik heb gewoon mijn hele winterjas en alles aan. Super dik aangekleed, want ik ben al een beetje verkouden en ik wil het niet erger maken. Maar ik heb dus besloten dat ik geen zin heb om de kledingshoot nu te gaan doen. Dus ik dacht, ik ga eerst gewoon even naar buiten, even een break, even het huis uit. Het is nou 2:10. Ik ben al in de weer vanaf 8:00 in de ochtend. Altijd wanneer ik in mijn productieve flow zit, moet ik er ook echt in blijven. Want zodra ik even ga chillen en eruit gaan, is het klaar, is het einde dag en dan ga ik gewoon Netflixen de rest van de dag. Dus ik moet even doorpakken. Nu naar de Kruidvat, naar de Action en naar de Eco Plaza. Even denken. Ja, dat is het volgens mij. Ik heb ook echt een heleboel Kruidvatbonnen. Kijk, deze tas. Is die te leuk? Die is van de H&M. Die hebben jullie gezien bij de H&M haul. Kijk even hoeveel Kruidvatbonnen ik heb. Er zijn er 3. Ik heb er denk ik nog eentje of volgens mij. Nee, 3. Die 3. Dus deze, oh nee, 4. Is
is er nog 3 of 4. Dit zijn 4 kruidvatten warebollen. Dus deze wil ik eventjes gaan opmaken bij de kruidvatten. Oké, ik ben bij de Action en ik heb ze gevonden, mijn sprays. Man, 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 deze Action was zo druk. Ik kon niet eens praten met jullie, zo vol was het. Maar ik heb mijn sprays gehaald. Ik heb ze net in de auto weer gezet. En nu ga ik naar de kruidvat. Normaal ga ik ook niet naar deze Action, want die is altijd druk. Maar dit is de enige Action waarbij ook een kruidvat zit in de buurt vandaag. Nou, ik ben er, jongens. Ik heb 120 euro om hier op te gaan maken. Hier zijn alle haarproducten. Misschien moet ik een mandje hebben. Eigenlijk ben ik op zoek naar dit soort klepjes, maar dan echt een stukje kleiner. Maar de enige die ik kan vinden zijn in bruin, maar ik wil zwart. Oké, ik heb nu dit gepakt van Max Factor en L'Oreal. Maar om heel eerlijk te zijn, er is niet echt heel veel nieuw of zo. Kijk hoe mooi deze sieraden zijn. I love it. Ik print foto's. Kijk hoe leuk. Dat ik wegga, want er is hier bijna niks. Oh mensen, het regent ook ineens super hard. Het was druk, druk overal. Action kruidvat. Ik kon amper vloggen of iets doen, dus ik heb gewoon alles een beetje gehaast. Ik ben bij de kruidvat niet echt geslaagd. Ik heb een aantal dingen gehaald, maar ik wilde echt veel meer make-up. Maar er is bijna niks nieuws of zo. Dus ja, ik heb ook wat sieraden. Ik heb foto's geprint. Daarna ben ik weer teruggegaan naar de Action om fotolijsten te halen voor de geprinte foto's. Dus ja, dus ik heb wel het een en ander gehaald wat ik wilde halen. En ik heb mijn Action Fixing Spray. Dat was het belangrijkste. En ik wil eigenlijk nog naar de Ecoplaza. Het is nu 2:15, maar het is zo druk en het regent echt hard. Maar goed, ik denk toch dat ik nog even naar de Ecoplaza ga om wat fruitjes te halen. Want ik heb zin in fruit en ik wil vanavond een film kijken op Netflix. Dus ik moet wat gezonde biologische snackjes hebben. Of ja, gezond is het niet per se, maar wel biologisch. Nou, het is super druk en slecht weer, maar ik heb het gehaald, jongens. Hier is de Ecoplaza. Kunnen jullie het zien? Elke grote stad heeft er wel eentje. En dit is gewoon een 100% biologische supermarkt. Albert Heijn en zo heeft ook wel een aantal bioproducten. Maar hier is gewoon alles 100% en dan hoef ik er niet helemaal over na te denken. Dus ideaal. Kijk even hoe cute het hier is. Het is hier zo cute. I love it. En als je je afvraagt, is bio-eten niet super duur? Ja. Het kost wel wat, maar het is het echt waard om geen gif in je lichaam te krijgen. Kijk even al dit lekkers. Allemaal chocola, chips. Nou, helemaal klaar jongens. Oh my gosh. Dus nou kunnen we naar huis. Mensen, het is letterlijk 3:15. Zoals je hier kunt zien. En het is gewoon donker, bekant. Kijk even dit slechte weer. Oh my gosh, het voelt echt alsof het 7:30 is of zo in de avond. Ik ben thuis, tijd om een paar dingen af te vinken. Kruidvat ben ik geweest, Action ben ik geweest, boodschappen. Ik moet alleen nog 2 video's editen. Ik weet niet of dat mij nog vandaag gaat lukken, maar ik ga mijn best doen. Ik zal jullie eventjes laten zien wat ik heb gehaald bij de Action en de Kruidvat en de Ecoplaza. Ik begin met Action en Kruidvat. Ik heb dus een heleboel van die Max & More Fixing Sprays gehaald, want die moet ik altijd hebben. Deze heb ik echt al lang tijd niet gehad, dus ik ben blij dat ik ze weer heb. Ik heb neusspray, want de girl is verkouden. En ik heb hem al net gelijk gebruikt. Even kijken, ik heb 3 van dit soort foto-frames gehaald bij de Action. 3, want ik heb allemaal foto's geprint bij Kruidvat. Elke keer als wij met de hele familie iets gaan doen, dus het hele gezin, dus ik, mijn moeder, mijn zus, mijn pleegzusje en mijn zwager, dan maken we ook altijd een groepsfoto ter herinnering aan die plek. Dus ik heb er al 3 geprint van 3 verschillende plekken. Dit is nou iets nieuws wat ik doe. Echt zo'n foto maken van de hele groep ter herinnering, want dat vind ik gewoon leuk. Dus dat heb ik nu al 3 keer gedaan. Kijk, dit was afgelopen weekend bij Disneyland. Dit was in een dierentuin. En dit ook, maar dan in een andere. Deze heb ik allemaal gehaald voor in deze frames. Mijn vlogcamera is leeg, dus die is nou even aan de opladen. Dus ik ga eventjes door met mijn telefoon. Wat heb ik nog meer? Deze kleine klepjes. Ik wilde ze in het zwart, maar ze waren er alleen in het bruin. Ik heb wat batterijen, altijd handig om te hebben. Paracetamol, ook altijd handig om te hebben. En deze prachtige sieraden. Kijk even dit. I love it. Super duper mooi. Allebei van Kruidvat. Even kijken, ik heb nog een kruidvatbon. Nog een paracetamol. En ik heb ook wel wat make-up gehaald. Het is wel echt weinig van Max Factor. Niet echt mijn favorite brand, maar whatever. En hier ook van L'Oreal een lipstick. En ook een concealer en zo'n ei. Ik vind deze altijd zo lekker. En that's it. En dan Ecoplaza. Ik heb wat kaki fruit gehaald. Met biofruit heb je dus alleen maar wat er ook echt in het seizoen is. Dus niet alle fruit is er altijd. Dus ik hou van kaki fruit. Dus godzijdank is het nu het kaki fruit seizoen. I love it. Super lekker deze.
Ik heb wat crackers. Ik heb chocoladevla. Ik heb deze cake voor vanavond. Ik heb ook wat witte chocola. Ik heb een magere melk. Ik heb een koekje. Ik heb wat lollies. Dit zijn gewoon echt allemaal snacks. En wat Herrera, Marokkaanse Herrera. Deze is echt lekker, jongens. Oh my gosh. That's it voor nu eventjes. Ik ben echt eventjes moe. Dus ik ga gewoon even in bed liggen tot het 5 uur is. Want dan gaan we eten. Tot die tijd even een break. Want het is nu letterlijk bijna 4:30. En ik ben al vanaf 8 uur in de weer. Dus I need a break. Dit is de film die ik dus wil gaan kijken. En dat ga ik nu doen. Mijn eten is aan het opwarmen. En dan ga ik Slumberland of zoiets kijken. Ik heb soep. Het is hier een beetje donker, maar oké. Ik ben aan het kijken naar mijn film. En ik heb hier Herrera en dat is Marokkaanse soep. I love it, jongens. Mijn avond kan niet beter beginnen. Ik ga mijn moeder beneden laten zien wat ik heb gedaan als verrassing. Heb je nou echt mijn video opstaan? Ja. Moeke, kijk wat ik heb gedaan. Kijk wat ik heb gedaan. Zal ik even kijken? Waarom staat mijn video op? Ik heb ze geprint bij Kruidvat. Kijk, onze foto's. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Kan ik die commentaar geven? Reacties volgen? Oh, dat was toch met moederdag? Ja. Yeah. Ben je een reactie aan het achterlaten op mijn video? Ja, nou. Ik heb gezegd, ik wil die box. Ik ga ze hier plaatsen. Nog meer pakketjes. Sissi. Wat ben jij aan het maken? Nee, van mijn eigen nog knippen. Rijst. Sissi. Ik ga pakketjes openmaken. Wat is dit? Ik heb dit allemaal bij Shein besteld. Volgens mij is het nou leeg. Ja, dit heb ik gewoon allemaal gehaald. Ik heb deze bodysuit gehaald. Het is gewoon een normale zwarte bodysuit. Met een beetje doorzichtige mouwen. Een kleine tasje besteld. Super cute. Niet echt de beste kwaliteit, maar whatever. En ik heb wat sieraden besteld. Hoe leuk. 2 kettingen en 1 oorbel. Deze oorbellen zijn echt cute. I love them. Ook niet al te groot. En dan heb ik hier nog een pakketje. Ik weet niet wat dit is. Oh, dit zijn wat producten die ik heb ontvangen van YesStyle. Super leuke producten. YesStyle is een online webshop met allemaal Korean fashion en beauty. En ik heb een aantal beauty producten dus van hun ontvangen. Ik heb dit voetmasker. Ik heb deze aloe vera gel. Ik heb een gezichtsmasker. Een oogschaduw trio. SPF. BB cream. En een wenkbrauw potlood. Super leuke producten. I love it. Ik ga even deze oogschaduw openmaken. Want ik wil zien hoe die eruit ziet. Kijk hoe cute. Het is ook zo klein. Echt handig voor op reis en zo. Dit is wel echt de meest schattige oogschaduw ever. Super leuke producten. Ik kan niet wachten om ze te gebruiken. Mensen, ik besefte niet dat ik één pakket was vergeten. Dit is ook nog een pakket ook van YesStyle met nog meer producten. En wat hebben we hier? We hebben een Green Tea Water Balm Toner, dus voor je gezicht. Ik heb hier deze lipmaskers. Dit zijn echt de beste lipmaskers ever, jongens. Als er iets is van al deze producten wat ik aanraad, is het deze. En je hebt ze gewoon los, maar ook zo in een set met 4 minis. Deze zijn geweldig, doe ik altijd op vlak voordat ik ga slapen. Echt fantastisch. Hier volgens mij een lipstick. Ik ga hem even openmaken. Oké, het is of een lipsteen of een blush. Ik denk een liquid blush eerlijk gezegd. Wel een hele aparte leuke verpakking. Hier een hele dunne eyeliner pen. Oeh, ziet er echt heel mooi uit. Hier een mascara. En hier nog 2 oliën. Jullie weten, ik heb een normaal tot droge huid. Dus ik hou altijd van gezichtsolie. Ik heb hier rose hip oil en hier brightening oil. En dan last but not least, hier nog een contour kleurtje. Deze zijn altijd heel handig voor to go. En jullie weten, ik ga niet de deur uit zonder mijn neus te hebben gecontourd. Deze kleur lijkt echt perfect. I love it. En hier nog iets heel kleins. Ik denk dat dit gewoon een testertje is ofzo. Yay, I love it. Dus dit zijn nog meer producten, ook allemaal van YesStyle. Echt, ze hebben echt de leukste producten. I love it. Ik wil eerlijk gezegd dit voetenmasker eigenlijk gewoon gelijk proberen. Je moet hem een uur tot 1,5 uur oplaten. Dat is wel echt super duper lang. Maar aangezien ik aan Netflix ben en niet echt iets ga doen. En nog ruim 1 uur en 1 kwartier heb voor de film. Kan ik hem gewoon helemaal afkijken terwijl ik dit voetenmasker op heb. Laten we het proberen. En dan moet je na 7 tot 10 dagen zie je een resultaat. Nou, ik heb ze op mijn voetjes. Nu 1 uurtje later. En dan kom ik zo bij jullie terug. 1 hour later. Nou jongens, ze zitten er al 1,5 uur op. En je moet nou eraf wassen. Dus ik sta nou hier in de douche om ze eraf te halen en mijn voeten gelijk te wassen. Oh my god, mijn voeten voelen zo glad aan. Nou, even gewoon snel wassen en dan ben ik klaar. Nou, mijn voeten voelen echt super zacht aan. I love it. Maar ik zie pas het verschil na een aantal weken of een aantal dagen. Hoe was het nou? 10 dagen of zo. Dus we will see. Several days later. Oké, mensen, het is nou 8 dagen later. En kijk even mijn voeten. Ze zijn helemaal aan het peelen. Zien jullie dit? En dit is de andere voet. Normaal is het gewoon helemaal gewoon smooth. Zeg maar, dit zit er allemaal niet. Dus dit komt echt
door het voetenmasker. Dus ja, het gaat nou eraf pielen. Nu is het helemaal zo droog geworden. En dan erna gaan gewoon die velletjes eraf. Dat zie ik ook al hier. En hier bij de andere voet is er ook al een heel stuk vel afgegaan. Maar hier zat ook een blaar. Dus dat was ja, een makkelijker gebied. Maar dit is dus het effect van nu. En dan straks, als het er helemaal af is gegaan, dan heb je een hele zachte voet. Dus als je nog op zoek bent naar leuke Korean beauty producten, dan is YesStyle zeker een leuke website. De linkje staat in de beschrijving. Nou, ik heb bijna alles kunnen doen vandaag, behalve de 2 video's editen. Maar ik heb echt wel genoeg gedaan vandaag. Dus dat ga ik dan weer morgen doen. Nou mensen, een beetje gele belichting. Maar oké, dit was het dan. Ik ga nou eigenlijk gewoon Netflixen. Ik ga eerst even een boekje lezen, want ik lees voortaan boeken, want dat vind ik belangrijk om mijn hersenen te stimuleren en zen te blijven. Dus ik ga even een boekje lezen in bed en dan ga ik gewoon verder Netflixen en dan slapen. Dus niet meer echt veel happening vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de video en het weer leuk vonden. Ik vond het weer heel leuk om te maken. En als je meer vlogs wilt zien, let me know beneden in de reacties. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's mail die je kunt gaan bereiken en mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!